We bevinden ons in Antwerpen en laten u wat beelden zien van het winkelcentrum Meijer. Van hier vertrok onze tv-ploeg naar Rotterdam-Hoogvliet, waar de voorzitter van de VAP, de heer Tjaan Santokhi, een bezoek bracht aan de Vishnu Mandir. Van de prachtige Belgische stad Antwerpen reizen wij naar Rotterdam-Hoogvliet, waar onlangs de heer Tjaan Santokhi, voorzitter van de grootste Surinaamse oppositiepartij, de VAP, een bezoek bracht aan de Vishnu Mandir. Volgens Santokhi is het hem duidelijk geworden dat Nederland klaar staat om te helpen bij de wederopbouw van Suriname, mits er een ander bewind komt in Suriname. De oppositieleider vernam ook dat Nederland bereid is visumvrij personenverkeer toe te staan als onderdeel van een totaal pakket van maatregelen. Verder zei hij dat de totale diaspora in Nederland voor hem belangrijk is, aangezien Suriname alle kennis, kunde en andere vormen van steun vanuit Nederland goed kan gebruiken. In Nederland sprak de leider van de grootste Surinaamse oppositiepartij met zeer veel Nederlandse Surinamers, maar ook de media. Saraswati RTV maakte een verslag van zijn bezoek aan de Vishnu Mandir in Rotterdam-Hoogvliet. Hier zien we dat hij groots wordt ontvangen door devoten van de tempel bij zijn binnenkomst. Bijzonder is ook dat de Rotterdamse Vier Leeuwenspeld aan hem werd uitgereikt voor zijn actieve betrokkenheid bij de verbroedering van de Surinaamse gemeenschap in Rotterdam en zijn uitgesproken mening over de ontwikkeling van het diaspora-beleid en het betrekken van de Surinaamse diaspora bij de ontwikkeling van Suriname. Namens Stichting Satya Dharma en Hindu Sewa Samaj heet ik u allemaal hartelijk welkom. Mijn mensen, ik ben heel erg blij dat ik vandaag de heer Tjaan Santokhi, onze enige redder in 2018, die vandaag in ons midden is, en dat ik in de gelegenheid ben om hem kennis te laten maken met jullie allemaal. Met het verzoek dat jullie je hele familie in Suriname optrommelen om op de juiste partij te stemmen. En die man die daar aan het hoofd staat, die zit vandaag in ons midden. Het is mij een waar genoegen om vanavond weer in uw midden te zijn. En dat is al heel erg lang. 25 jaar. Ik heb begrepen dat in de loop van de avond wij daar nog dieper op in zullen gaan. Is mij gevraagd om daar dan ook iets over te zeggen. Maar ik wil toch aan het begin even keurig aangeven wat wij hier, zeg maar, ruim 25 jaar geleden zijn begonnen. Met Ramon en de vrienden in recreatiegebouw de Oude Wal. Het staat er nu niet meer. Het is nu een gezondheidscentrum. Maar met de dansavonden om vooral mensen kennis te laten maken met elkaar. Mensen van andere verenigingen. Wij hebben toen de start gegeven voor de oprichting van Satya Dharma, Hoogvliet, Rotterdam, Nederland, Suriname. Die stappen zijn allemaal gezet. Maar ik kom daar
later op de avond kom ik daar terug, op terug. Want er is mij toch iets gevraagd om iets bijzonders te doen. Jan die is als voorzitter van de Verenigde Hervormingspartij, is hier. Maar ik wilde vanavond iets zeggen in zijn richting, maar niet te veel over politiek. Die tijd heb ik gehad. Ook in Hoogvliet bemoei ik me niet te veel met de politiek. Ja, achter de schermen misschien een beetje, maar Edwin die weet dat. Af en toe vraagt hij mijn advies. Is zo'n... Nee, wat mij het meeste heeft aangesproken toen ik het hele verhaal hoorde en later nog eens kon doorlezen, was het feit dat Jan en ik oud-collega's zijn. Als oud-politieman, oud-politie-inspecteur in Rotterdam heb ik natuurlijk de hele Nederlandse en de internationale politie nadrukkelijk meegemaakt. Tot 82 heeft hij in Nederland zijn opleiding gevolgd. Nou, dat kan niet anders dan goed zijn natuurlijk. Maar daar was de academie, de politieacademie. 82 is hij teruggegaan en later is hij hoofd landelijke recherche geworden. En weer later is hij ook als commissaris, tevens hoofd justitiële dienst van het korps politie in Suriname. En hij wordt en hij werd genoemd als crimefighter met lef. En heel belangrijk is, ik noem het maar een beetje een levensspreuk die hij heeft verkondigd. De oplossing van de internationale criminaliteit die ligt in de internationale aanpak en de internationale samenwerking. Niet ieder voor zich, want we merken het nog steeds dat in het bijzonder de drugshandel, de drugsproblematiek steeds weer de kop opsteekt. En hij heeft in de tijd dat hij als commissaris van de politie, maar later ook als minister van Justitie, daar alle kracht ingezet om dat te doen. En opvallend toen ik dat las, denk ik van goh, ik zie ineens een bekende naam staan van Roger Kan, 2006. Toen ik de naam las, ik denk van hey, er gaat ineens een lampje branden bij mij. Want dat was toen in de politiewereld, ook in Nederland, een niet onbekende naam. En ik weet nog in de tijd van Jan Blauw, en die voetspoor is een beetje getreden, ook van als het gaat over de bestrijding van de criminaliteit. En dat begint heel dichtbij, maar vooral de internationale samenwerking. Harde aanpak van de drugshandel. Ja, en het feit dat ik als oud collega ook nog steeds lid ben van de International Police Association. Dus een internationaal politiegezelschap van politiemensen die over de hele wereld met elkaar samenwerken. Ook vaak ontmoetingen hebben. Dan wordt er niet over de politie gepraat, maar dan wordt er gewoon over de gewone dagelijkse zaken gesproken. En opvallend is dan ook de uitspraak die de International Police Association heeft, het servo per amicheco, oftewel dienen door vriendschap. En opvallend is, wat ik ook, want wij kennen elkaar niet. Ik kende hem dus alleen uit de overlevering die ik van anderen heb gekregen, maar wat mij wel ook heel erg aansprak, dat is uitstekende contactuele eigenschappen, vooral nationaal en internationaal. En wil je de criminaliteit bestrijden, wil je samenwerken met collega's elders, dan moet je dat centraal stellen. Niet je eigen belang, maar het belang van de samenleving. En natuurlijk is het heel vereerend dat je als voorzitter van de partij dadelijk zich ook verkiesbaar gaat stellen. Ik ben benieuwd wat eruit gaat komen. En ik hoop ook voor Suriname en vooral voor de samenwerking tussen Suriname en Nederland, hoop ik dat daar het beste uitkomt en dat een aantal plooien, dat we die met elkaar wat glad kunnen gaan strijken. En ik heb in 2007 gemerkt, toen ik in Suriname was een aantal dagen, om een aantal projecten te mogen beschouwen die we hier vanuit Hoogvliet hebben gestart, dan merk je ook dat die
plooien, als je met mensen praat, zijn de plooien heel glad. Maar als je aan de mensen vraagt van hoe zit het dan met die verhoudingen internationaal, dan merk je dat er hier en daar wat te doen. Maar, Jan, komt naar voren. Kom naar voren. Want, Jan, ik mag dat zeggen, als collega mag ik dat zeggen. We hebben in Hoogvliet, vanuit Satya Dharma, hebben wij een gewoonte om mensen die wat betekend hebben, en misschien nog in de toekomst nog veel meer kunnen betekenen, om die waardering te uiten in een, noem het maar, een onderscheiding. Een onderscheiding. En heeft Ramon weer voor gezorgd. Voor jou hebben wij de vier leven penning, vier levensband, onderscheiding van Rotterdam, die ik namens ons allemaal, namens de Nederlandse gemeenschap, aan jou mag overhandigen. De Rotterdamse Vier Leeuwen Speld. Even, Jan, onze burgervader. Gemaakt namens de Hindoestaanse gemeenschap. Burgervader naast staat is het namens de Hoogvlietse gemeenschap. Wilt u dit aanbieden? Dat doe ik heel graag. Aan de voorzitter, Jan. Ja, dat moet Jan openmaken en dan zien we wat erin zit. Ja. En hoe kan het anders als twee oud-collega's hier staan? Ja. Dat zegt men als ex-politieman, ex-commissaris, zie ik een oud-bekende van de politie. Alsjeblieft. Ja. En over een paar jaar moet je alle mogelijke overheidskantoren. Dankjewel. Beste jaar, van harte gefeliciteerd met de 60ste verjaardag en de 70 jaar VHP namens je vrienden Ramon, Ramsudit en Rambharat Singh. En de totale gemeenschap. En jullie allemaal, zeer veel dank. We gaan een goede plaats krijgen in het partijcentrum. Dank u wel. Eenmaal daarvoor onze voorzitter. Maak een warm applaus. De culturele tijd is mislukt, ja, in hun ogen. Maar wat mij betreft is hij zeker in Hoogvliet van harte gelukt. Okay. Dank u wel, heer Van der Heijden. Dames en heren, als eerste mijn groeten aan u allemaal. Dank voor het feit dat u vandaag op dit moment hier aanwezig bent. En u neemt mij zeker niet kwalijk dat ik vandaag begin eerst in het Hindoestaans, omdat de taal is die ik als het ware als eerst heb geleerd. Aap sabko namaskar ho, dhanyabad ho ki aap yahan hain. Aur saath hi saath bahut khushi ke din hai aaj ki aap sab se milte hue hamare beautiful father yahan ke vishesh karke jo sarkar hai uske sabhapati aisa samajh lo hamare Surinam ke hamare party jo hai jo sada se raha jisme baap dade log shuru karke aaj tak hum log jiske saath milke kaam karte hain श्रीमान संतोखी जी यहाँ हैं और आप जितने मनोभाव जो हैं श्रीमान फादर हेदक साथ dit gebouw dat u hier ziet is gehuurd van de gemeente. 25 jaar terug hadden we geen plek waar we op verzoek van de mensen konden beginnen met een tempeldienst en wat andere sociaal-culturele activiteiten. Geholpen door de toenmalige leden in het bestuur van de deelgemeente Hoogvliet, waaronder zeer zeker de heer Arnold van der Heijden, waar we altijd een bijzondere bijdrage hebben gehad in de vorm van adviezen, ondersteuning, etc. Maar ook anderen die ons uiteindelijk hielpen om dit gebouw als het ware te kunnen huren, zijn we hier begonnen. Verder hebben we op dit moment zeer zeker ook ondersteuning van huidig bestuur met onze burgervader. Dank u wel voor uw ondersteuning. De rest is gedaan door hulp, medewerking en offers van onze mensen, de vrijwilligers, die nooit een cent van ons krijgen.
zelfs zelf geld inbrengen om hier dit te kunnen runnen. En het gaat bijzonder moeilijk. We zijn niet in staat om, als het zo doorgaat, om zo bijna 1000 euro per maand te betalen. Let erop. Er wordt veel gezegd, buitengesproken, ja, ze krijgen subsidie, ze komen ze ons vragen en al dat soort dingen. Hier staan meneer Van der Heide van de gemeente, de heer Smit, die beide kunnen beamen dat wij tot de dag van vandaag nul zetten subsidie hebben gehad van de gemeente. Dus dat fabeltje dat we subsidie krijgen en daardoor helemaal geen ondersteuning nodig hebben, dat gaat niet op. Als je kunt missen, dan is vandaag weer de boodschap, het verzoek van mij. Help, ondersteun uw eigen zaken. Anderen gaan u niet komen ondersteunen. U moet zelf, als het ware, het heft in handen nemen om uw eigen zaak te helpen ondersteunen. En want hij was voorzitter van Satya Dharma. Ik heb gezegd, je kan met je handen vrij veel beter met ons onderhandelen en met ons gaan vechten als dat je als collega raadslid tegenover me zit. Want ja, dan wordt het een heel ander verhaal. Ja, toch heeft hij dat gedaan, maar later heeft hij gezegd, je hebt gelijk gehad. Ik had het niet moeten doen. Zeker. Dank u, Arnold. Ik denk dat dit mensen de rief alles al gezegd. Ik wil iedereen bedanken die mij vanaf 18 september 1993 heeft ondersteund. Zowel binnen Satya Dharma als politiek bestuurlijk. Ik ben begonnen als burgerraadslid, steunfractielid en als raadslid. Wat ik geleerd heb in de politiek afgelopen 25 jaar, dan is dat politiek een toneel is, een nadruk. Toen ik met burgervader sprak, zeg je, ik ga het niet doen. Ik ga richting Wageningen. Heb ik gevraagd om een goede Hindoestaanse kandidaat. Voor Rotterdam, dus ook voor Hoogvliet. En ik heb Subhas Gogar gevraagd, zoek iemand voor mij uit die goed toneel kan spelen. En we kwamen op Narsim Balwansi. Goedenavond. Raam, raam. Namaskar. Nee, ik was eigenlijk op uitnodiging van Ramon hier om de voorzitter te ontmoeten. Welkom, voorzitter. U weet, ik heb een zwak voor u. Ik ken de voorzitter al een aantal jaren. Ik ben ook in Suriname geweest op uitnodiging. En hij heeft alles gefaciliteerd. Ik heb een mooie voorstelling mogen spelen. Voor, ik denk wel, 500-600 mensen in Stichting De Olifant. Dat was fantastisch. Ja, inderdaad, politiek is het is een theater. Dat is het ook. Je debatteert met elkaar. Je bereidt je debat ook voor. Net zoals een acteur eigenlijk zijn teksten voorbereidt. En met dien verstande dat een acteur misschien echt een toneelstukje speelt. Maar dat als je in het theater van de politiek staat, dat je ook toch wel een stukje authenticiteit met je meedraagt. De voorzitter zal het ook beamen dat hij met hart en ziel zich wil inzetten voor Suriname en dat dat niet een toneelstukje is. Ik was hier niet gekomen om een avond af te sluiten, Ramon. Ik was hier op uitnodiging van jou. Ik draag jou een enorm warm hart toe en ik zie hoeveel jij voor deze gemeenschap hier in Hoogvliet doet, hebt gedaan en nog steeds zal blijven doen. En mensen zoals jou hebben we ook nodig in het veld. En ik ben ook enorm dankbaar dat je het vertrouwen hebt gehad in mij. En mij naar voren hebt geschoven ook. Hè? Dat je me hebt gemotiveerd om ook deel te nemen aan de verkiezingen in maart 2000, van dit jaar. En uiteindelijk ben ik ook gekozen. En zit ik nu in de Raad van Rotterdam. En probeer ik de belangen te behartigen van van alle Rotterdammers natuurlijk. Maar in het bijzonder voor de mensen die op mij gestemd hebben. En laat heel duidelijk zijn dat ik wel weet wie dat ongeveer zijn. We hebben daar ook een plan voor uitgestippeld en daar werken we ook aan. En ik ben enorm blij om te zien dat er hier onderhoud gepleegd wordt. Want zoals u uw huis schoonhoudt, zo zal u ook vooruit gaan in het leven. En ik heb echt heel veel vertrouwen in de gemeenschap van Hoogvliet. En wat mij betreft hoeven we daar geen paniek om te maken, denk ik. Met Hoogvliet zit het goed. Als ik iets voor jullie kan betekenen, dan moeten we daarover praten. Panigi ken ik al heel erg lang. Panigi weet me te bereiken. Maar iedereen die kan me bereiken, iedereen die kan met me praten. Maar laten we voor nu de voorzitter een warm hart toedragen. En ik hoop dat ik kijk naar de toekomstige president van Suriname. Absoluut. Ja. Absoluut.
Nou, laat me in de eerste plaats de organisatoren bedanken voor de uitnodiging. En het gaat om de organisatie Stichting Satya Dharma. Het gaat ook om de organisatie Hindu Sewa Samaj. En het gaat ook om de mandir, de Sri Vishnu mandir. Deze organisaties hebben bijgedragen tot de versterking van ons geloof, van onze dharma. Hebben onze cultuur uitgedragen, hebben eenheid gebracht bij de Hindoestaanse samenleving. Maar hebben ook bijgedragen tot de bevordering van de samenwerking met de gemeente, met de burgemeester. Maar ook met de overige groepen die hier woonachtig zijn. En ook voor een stukje bewustwording. En dat is bijzonder belangrijk. Na 25 jaar dat dit herdacht wordt. En ik ben uitgenodigd om dit mee te maken. En ik voel me zeer vereerd op de wijze waarop ik ontvangen ben. Door de dames omhangen ben met Mala. En uiteraard was het hoogtepunt mij te huldigen. Met een speld van de burgemeester van Hoogvliet. De Vier Leeuwen speld. En daar ben ik de burgemeester dankbaar. Daar ben ik de Satya Dharma dankbaar. Daar ben ik alle andere organisaties dankbaar die hiertoe bijgedragen hebben. Laten we dit zien als een uiting van de diaspora samenwerking. Die ik een speciale plaats geef in de samenwerking tussen Suriname en Nederland. Maar daarnaast zeg ik, dat zijn twee landen die aan elkaar verbonden zijn. Historisch, maar ook met twee gemeenschappen, maar ook met een gemeenschappelijke taal, met een gemeenschappelijke rechtshistorie en rechtsontwikkeling. En de vraag is, hoe moet je hiermee omgaan? En wij zeggen, dat is het standpunt van de VHP, je moet goede betrekkingen onderhouden met Nederland als een bevriende natie. Je moet goede betrekkingen onderhouden met de diaspora gemeenschap, waar in Nederland zo ruim 380.000 Surinamers woonachtig zijn. En wij zeggen, laten we alles doen als land. Maar tegelijkertijd maken we ons klaar om te gaan naar die regeerverantwoordelijkheid. Dat die relatie goed ontwikkeld wordt en wederzijds voordien. Dat we alles doen om die betrekkingen te herstellen. En dat we alles gaan doen dat de diaspora gemeenschap ruimte krijgt om in Suriname te komen investeren. Om goed vakantie te houden, om andere zaken te doen, maar tegelijkertijd ook de Nederlandse gemeenschap, de Nederlandse ondernemers, samen met de Surinaamse ondernemers, de ruimte krijgen om daar te komen investeren. We moeten goede samenwerking, relatie onderhouden, goede samenwerking hebben. En wat dat betreft geven deze organisaties wel een voorbeeld. Satya Dharma met Hindu Sewa Samaj, dat ze gebieden zoeken van samenwerking met de Surinaamse samenleving. Hier, maar ook in Suriname. Bidden, elke dag bidden voor Suriname, maar tegelijkertijd ook zorg dragen dat hun vrienden, hun familie, hun kennissen in Suriname ook bewust gemaakt worden. Dat zij de sleutel van de oplossing hebben. Dat zij de macht hebben en laat ze gebruik maken van die sleutel om Suriname weer te bevrijden van het regime dat het land armer maakt, dat het land leidt naar afgrond. En dat is wat wij van de diaspora gemeenschap verwachten. Een stukje ondersteuning van de Surinaamse samenleving daar. En waar ze de VHP kunnen ondersteunen, dat zou ik ten zeerste waarderen. Omdat al de mensen hier enige verbondenheid hebben met de VHP. Of het nou historisch is, of het nou huidige relatie is. Of in ieder geval een warm hart koesteren. Het is een oranje partij in een oranje samenleving. Dat is al een binding om achter de visie van de VHP te staan. En wij roepen de mensen op om niet aan de kantlijn te gaan staan. Laat me alles doen wat in hun vermogen ligt om een bijdrage te leveren. Dat hun familieleden daar geholpen worden. Met steun, met pakket, met medicijnen, met een telefoontje, met een boodschap van hoop. En tegelijkertijd alles doen dat we het land kunnen redden. Na het officiële gedeelte werden de aanwezigen uitgenodigd voor een heerlijke vegetarische maaltijd. Het is een traditie dat aan tempelbezoekers na de tempeldienst of een bijeenkomst een gratis maaltijd wordt aangeboden. Ja.
Het is heerlijk. Hi Krishna. Het is heerlijk. Mandir ke khana ke sawad dusar hai. En aur ghar ke khana ke sawad dusar. Bilkul. Bhai, het is heerlijk. 100% tastes special bhai. Na echt tum yaad kahi lekker man. Ja, het is heerlijk. सतयुग बीता त्रेता आई राम लेने अवतार सतयुग बीता त्रेता आई राम लेने अवतार सतयुग बीता त्रेता आई राम लेने अवतार denk ik, die dit Hindi niet machtig zijn. Hier wordt er gezongen dat Lord Rama, Sri Ram, die was geboren in de huizen van koning Dashrath, in het tijdperk Treta, dat is het tweede tijdperk volgens de Vedische filosofie. En iedereen in zijn stad, in zijn land Ayodhya, was blij, want na zo lang wachten was er een troonopvolger gekomen. En naast dat hij een troonopvolger was, hij was ook de incarnatie van Sri Vishnu Bhagwan. Zijn moeder heet Kaushalya, zijn vader heet Dashrath. Overal in Ayodhya was iedereen blij. Elk mens was daar, zeg maar, hoe wij Holi vieren, was daar feest aan het vieren. Er was vreugde, want Sri Ram was geboren. En vandaag, zoveel miljoenen, zoveel duizenden jaren later, vieren wij deze dag nog steeds in grote getale. Daarom mogen ook onze Hindoe gemeenschap, onze mandirs dankbaar zijn dat ze dit soort hoogtijdagen organiseren en vieren. Dat is mooi dat onze cultuur, een stukje cultuur van onze geloof, blijft bestaan. Iedereen, Jai Shri Ram! Hola, Jai Shri Ram! Thank you.